Hallo mensen van het Grijs Kanaal. Welkom terug bij een nieuwe Infamous. We zijn er eindelijk weer naar die stomme fout dat ik heb gemaakt, wat er ook was gebeurd. Maar goed, hoop dat jullie allemaal hebben genoten van de recap episode, want die was natuurlijk heel erg goed ontvangen. En ik vond het heel fijn dat iedereen mijn humor gewoon heel goed inzag. En gewoon dacht dat het echt gewoon fucking echt was. Kom op jongens, kom op. Maar goed, nog even snel wat jullie hebben gemist. Neon is dus volledig 100% bevrijd. En we waren bij deze missie, die ik vreselijk haat. Want ik heb daar in mijn eerste, tweede en derde playthrough, en ja, ik heb deze game meerdere malen uitgespeeld, omdat ik hem zo leuk vind, heb ik nogal keihard gefaald bij die. Ik raad echt gewoon keihard dood. Maar goed, ik heb dus nu 3622 beschikbare XP, dus we gaan eerst even lekker deze keihard besteden. Oh ja, en ik heb deze overbelasting, die ga ik waarschijnlijk niet gebruiken, want dat is gewoon niet handig. Deze is veel beter, alleen dat is voor slecht. Dat is een van de nadelen van goed zijn, maar kopen, hè? Ja, wat gaan we nog meer kopen? Even zien, want de schokgranaat kunnen we niet. We hebben al het beste. Even zien, de bliksemstaal kan erg handig zijn. De schokgolven was het volgende echt nodig, denk ik. Het volgende eiland. Donderval. Geen ene flikker. Schoppen en slaan geef ik ook weinig om. Elektriciteit aftappen. Ja, dat is een handige. Zien we nog meer? Helemaal niks. Dus ik wil sowieso één keer deze. Dan heb ik zeker niet meer genoeg voor deze. Godverdikke. Nou ja. Wat doet dit? Schoot door het hoofd leiden naar elektriciteit. Naar vijanden in de buurt. Hiervoor moet je minstens beschermer zijn. Dat is een beetje jammer. En hier moet je ook volkszelfs voor zijn. Oké, dus ik heb dus net even dat kaart verspeeld, denk ik, ongeveer. Maar hartstikke pech, dan gaan we wel nog een keer sparen. We hebben nu dus wat hebben we nog gekocht? Oké, we hebben dus nu oh ja, elektriciteit aftappen, dat dat sneller gaat. En ik zal even kijken, dit valt nu niet echt veel te vergelijken, maar even opgebruiken. Het is trouwens leuk om naar te kijken hoor. Boom, 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 boom. Even zien. Dat gaat wel een stukje sneller. Even zien hoe snel die vol gaat. Ja, joh, joh, ja, je ziet het wel. Maar goed, we gaan beginnen met deze missie. Trish zoekt hulp. Dat is wel kut. Je begint meteen de missie, dan gaan ze meteen erop schieten op die kist met medicijnen. En je moet hem onbeschadigd krijgen. Gelukkig kunnen ze niet heel goed richten, volgens mij. Alsjeblieft dood. Ja, dank u. Oké, wat ik dan altijd doe. Die lantaarnpaal daar is je enige hoop op elektriciteit. Voor de rest doe ik meestal gewoon dit. Hier in het midden blijven staan. Dat is de beste manier om gewoon die kist te blijven beschermen. En dat is echt zo'n klootzak. Je gaat achter het hek staan, zodat je hem niet kan raken. En dat is ook heel erg irritant bij deze missie. Want als ze achter het hek staan, kan je ze dus echt gewoon niet raken. En dat is best wel... best wel kloten. Oké, eerst die zelfmoordbommers. Doodskitten. En ze hebben een probleem. Wel snel genoeg zijn. Oeh, die ging bijna. Oké. En nou komt deze persoon. En die heeft een motherfucking minigun. En die kan hij met één hand optillen. Wat ik altijd wel knap heb gevonden. Ah, yes. Ja, hij is er. Oké, waar zijn ze? Waar zijn ze? Daar. Dat is ook een klote plaats. Want dan moet ik hier gaan staan. En dan kan ik niet op plaats. Dat was een shotgun gozer. Gelukkig hebben we die op een diep plaats kunnen houden. Oké. Ja. Jij ook, alsjeblieft. Hartstikke dood. Oh, achter me. Dat is een motherfucker hier. Allebei shotguns hebben, volgens mij. Of rocket launchers. Het zijn rocket launchers. Oeh, kut. Kak. Oké. Fuck jullie. Echt heel erg.
Je... Fuck. Oké. Nu snel healen. Snappen jullie nu waarom ik deze missie haat? Oké, even snel. Ja, ja, ja. Met jullie rookbommen. Heel leuk. Niet echt. Maar dat maakt niet uit. Ik ga gewoon hard stikken. Aan! En zie ik moet ons natuurlijk bellen. Komt nu even niet goed uit. Ik heb mijn handen vol aan de Reapers. Kak! Nou, die giezers lopen echt niet weg. En trouwens, het is belangrijk. Het gaat over die acties van je, weet je wat? Wat is belangrijker dan dit? Dan afschiet. We moeten wat namen bedenken voor die moves, man. Ga weg daar! Zie ik nu even niet. Ja, ik ben al zelf dacht ik aan de afmaker. Snap je? Omdat niemand dat overleeft. We zetten het gewoon op een t-shirt en we lopen helemaal binnen. Hij is nog steeds onbeschadigd. Ik doe het verdomd goed. Ik hou het echt verdomd goed vol. Oh yes. I know what there. Yes. Fuck this. En dit is ook echt een rotstuk. Of zometeen komen ze met meerdere vechtstukken. En dat is zo. Daar is die andere. Kut. Oh, weg daar. Ah! Shit. Waarom bleef ik daar ook staan? Oh, dat was stom. En nou heeft hij lichte schade omdat het. Oh. Wat voor een shitty checkpoint is dat, man. Hij was net nog onbeschadigd. Kom op, hé. Ah. Daarom haat ik deze missie zo erg. Waar ben jij? Daar. Dank u. Was dat hem? Nee, nog meer. Natuurlijk. Oh, dat is een minigunner. Oh, dood. Dood, alsjeblieft. Alsjeblieft. Kak, en daar is die andere. Alsjeblieft weggaan daar. Ja, jij. Oh, hopelijk was dit hem. Ja! Yes! Nou, ben ik wel jammer dat ik toch nog één keer dood ben gegaan. Zal ik je even helpen dragen? Je wilt bedrogen. En Cole, bedankt voor je hulp. Yes! Je bent dus niet kwaad meer? Yes! Weet ze nog niet. Beter dan niets. Vrouwen. Oh ja, nu krijg ik waarschijnlijk een punt. Ik heb de locatie van Sasha gevonden. Ze werkt vanuit de Jefferson Tunnel. Ga naar de locatie die ik naar je GPS heb gestuurd. Ik vertel je meer als je er bent. Oh, die deed ik nog. 27 XP erbij, yay! Maar volgens mij gaan we nu naar Sasha toe. Nice. Ik op deze. Mooi. Oké. Dat was deze rotmissie dus. En volgens mij is deze aflevering korter dan ik dacht. Want ik dacht dat ik er meer moeite mee zou hebben. Maar het valt nog mee. Ja, aangezien er ook geen optionele missie meer te doen zijn. En ik de laatste missie. Ja, eten met Sasha. Met Sasha heette dat toch eerst? I don't know. Maar goed, die wil ik eigenlijk in één aflevering doen. En niet in twee knippen. Dus ik denk dat ik deze aflevering stop. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij een nieuwe aflevering. Ik zeg doei!